Hallo kijkers van IMT. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met SimCity met Ido. En ik heb Nick. Ook dat nog. Volgens mij zullen we het al horen in de intro. Dat kan. Het zit nu al niet meer, volgens mij. Maar ja, in deze aflevering... omdat we geen stroom hadden. Maar in ieder geval... Want er zat er nog een optie, dat je op een fiets gaat zitten met dynamo erachter. En dan ga je hard, zo hard mogelijk trappen. Ja, dat gaat werken. Of in deze aflevering ga ik dus de Omega Core bouwen. Dat ik nu echt wel overload aan erts en olie krijg. Dus ik moet het ergens aan uitgeven. Een scene, een Omega Core. Waar zal ik die scene inzetten? Waar heb hey, Mark, als je genoeg erts hebt, heb je ook zo'n echt zo'n erter. Je kunt al zien en horen aan de reactie die ik gaf, helemaal niks dus, dat het geen leuke grap was, Ido. Hij was ook heel slecht. Ja, daarom zei ik er ook helemaal niks op. Nee, dat weet ik. Ik maak dit grap ook expres. Ik wist dat het een heel slechte grap was. Nou, in ieder geval, de Omega Core fabriek is geplaatst. Ik ga er nog even wat van die lopende band van Omega's even neerzetten. En de... boel staat te draaien. Dat is een beetje stront naar Mark toe te sturen. Oh, oh, Mark in die shit. Ik kan dat niet eens aan. Zo. Nee, ik hoef dat... God, jezus. Die taren eraf horen hier, Rink. Ik heb een of andere random challenge gehaald. Wat heb je nou weer gedaan dan? Ik heb geen flauw idee. Ik heb niet een random challenge gehaald. Ja, dat zei je al. Zo, even daar ook wel wat parkjes neerzetten. The people in my city are very happy. Ja, ik heb heel wat geld waar ik niet eens weet wat ik mee moet doen. En ik maak nu al winst met de Omega Core. Mooi. Dat loopt dus schitterend. Plaats van gokken ink. En ik kan mijn Omega Core nu al bouwen. Lekker. Bakhuis voor vrachten, die moet... Nee, dat... Nee, nee, nee. Mark? Ja? Ik kan bijna mijn gemeentehuis upgraden. Goed idee. Hoeveel winst per uur maak je eigenlijk? 11.000, 12.000. Mensen demonstreren omdat te veel afval. Het Nederlands. Oh, ik kan een metaal ink neerzetten. Markie wel weer. Ja, kom. Ik zet... Ik een beetje vuilnis gaan verbranden. Maar geeft er nog energie eigenlijk zo'n vuil verbranden? Nou, volgens mij sleept dat meer energie op dan dat het wat anders doet. Sorry reusjes, maar ik moet hier even een Omega Core neerzetten. Oh, bokken. Echt precies. Nou ja, de huizen in de regio, die, of de huizen die er omheen staan, die worden in ieder geval wel moderner. Dus dat is wel fijn. Wat is het opleidingsniveau in deze stad? Onderwijs. Eén hoedje. En een kwad moersleuteltje. Ik heb 3 hoedjes en 0 techniveau. Het techniveau is bijna hoger, dan mijn... Andere meuk. Andere meuk, ja, goed Nederlands. Goed specifiek ook. Ja, dat ben ik ook. Goed gespecifiekt. Nou, laat ik even... Prachtig woord ook. Ja, ik ga voor de politiebureau even... Maar even een beetje uitbreiden. Wat ga je uitbreiden eraan? Ah, ik ga er even wat meer cellen aan toevoegen en dat. Ga je ze meer donuts geven? Ja, daar zijn ze nog wel bekend om, hè? Nee, ben je serieus? Een gezin zegt, we missen een school. Als je je kop naar het noorden zet en 9 graden naar het oosten draait, dan zie je letterlijk langs je staan. Ja, sommige mensen zijn blind, hè? Had ik daar alleen ding neerzetten. Oké, dat kan natuurlijk.
Even kijken, heb ik mijn ding al helemaal uitgebreid? Ja, oké. Okay. Toppie, joppie, saus. Lekker. Openbare biep. Oh, ik kan mijn Omega Core even upgraden. Nice. Even kijken wat ik er nu aan toevoegen. Is dat weer zover? Afdeling robotica. Oh nee. Daar moet ik wel processors voor hebben, dus dat wordt niet. Grondstofwinning. Nee. Commercie. Ik ga voor de afdeling commercie. Dat is toch wel een we missen een school. Ja, maar wat voor school missen jullie? Wees een specifieker. Ido, als het goed is, kun je binnenkort een handelspoort inplempen. Mocht je het nodig hebben. Heb jij gekocht dan? Nou, ik heb de ik heb een Omega Ink. Iets in de richting. En daar heb ik een upgrade van de commissie. En als ik die neerzet, dan kan ik een handelspoort inplempen. Dat was eigenlijk ook precies mijn bedoeling. Prachtig. En nu in Nederland? Dat is het beste wat ik kon, oké. Ik was niet eens geluisterd wat je eigenlijk zei. Ik was echt te druk bezig met mijn wegen. Het is altijd weer hetzelfde liedje bij je door. Nee, ik heb een keer een ander liedje opgezet. Zucht. Nee, niet zoveel zucht is niet zo goed voor je. Kijk, waar ga ik dat handelsport in zetten? Ik denk... Eén verlaten gebouw. Oorzaak, brand. Jongens, wat weet ik nou? Niet in huis barbecuen. Vinden ze leuk, oké? Okay? Kijk, had ik een spoor ergens? Dat is een spel. Ja, dat weet ik. Te ver van hoofdgebouw verrijden. Godsamme, moet ik weer die hele handelspoort in de industrie zetten, zo. Ja. Ik kan nog meer nog steeds niet upgraden, want mensen willen niet upgraden. Mensen willen niet upgraden, vanwege waarom? We missen een school. Oh nee. De grootste ergernis van iedereen. Ik heb toch een basisschool. En een hogeschool. Ah, ik zet hem al hier neer, boeien. Kan ik in ieder geval een... Nee, er is een grotere stroomplek beschikbaar. Zo, voor de vracht. Die moet ik alleen nog even het spoor helemaal aansluiten. Oh, god. Gaat dat lukken? Misschien wel. Mensen demonstreren omdat het afval niet werd opgepikt. Oké. Okay. I don't care. Jullie maken zoveel troep, niet ik. Je hebt te hebberig en te diep gegraven. Delf 100 ton erts. En wat dan? Wat heb ik gedaan? Ik heb dus blijkbaar iets gedaan, maar ik weet niet wat. Ah, ik heb in één tel en ik 400 minder inwoners. Wat heb je gedaan? De mensen zeuren. Dit gebied is niet zo gezond. Oké, okay, dat kan ik begrijpen enigszins. Zeg je opeens op, dat kan ik helemaal niet begrijpen. Ik ben nu een spoor aan het maken op de meest raarste manier ooit. Maar het werkt. Wat zeggen ze nou hier? Megatorens, de ultieme gebouwen. Ja, jongen. Je kunt wel gaan zeiken, maar dat heeft ook niet veel zin. Er zijn wat meer mensen weg. Zo, zouden ze het nu kunnen plaatsen?
Zo. Mooi zo. Ik ga nu ook al aardolie neerzetten. Jezus. Tap die op. Niet vanzelf. En al die meuk. Nee, ze zijn met mensen aan het upgraden bij mij. En ik heb al genoeg om een recycling te zetten. Nice. Groot Vitol-deck. Dat is voor de internationale markt. Dat is wel heel erg handig om te hebben. Een Vitol Warship? Ja, dat. Oeh, ik kan nu al een opslagplaats voor processors neerzetten, maar daar heb ik helemaal niks aan. Voor processors? Ja. Ik zet wel gewoon wat olieopslagdingen. En wat voor de erts. Behalve nu ben ik weer out of money. God damn it! Yo, Stan, ik had een problem. You're out of money. Gesloten collega's gezocht. Dan moet je beter zoeken. Misschien moet ik binnenkort toch maar beginnen met de megatorens. Want, oh, nee, toch niet. Kijk neer op de wereld van je penthouse. Bovenop de eerste luxe wolkenkrabbel van je stad. Toppie-joppie saus. Joppie saus is op zich best wel lekker. True. Ik heb juk aan mijn nek. Is dat trouwens ook bij de McDonald's, joppie saus? Nee. Waarom überhaupt die vaar nu? Ik kom tegen random iemand op. Dat is ook bij de Burger King, toch? Wat ik dat dan weer weten? Dat weet ik niet. Ik vraag toch aan jou. Iemand die jij het weet. Ja, dat is waar. Maar dat weet ik allemaal niet. Ik hoef niet alles te weten. Maar je weet of iemand wel alles moet wel veel weten tegenwoordig op school. Ja, op school, dan is het een ander verhaal dan hier. Oh, mensen gaan weer met mijn zaal upgraden. Ik ga even echt van. Naar 3200. Ik kan nog één Vitol. Oh jezus, ik heb al maar 50 euro. 50 simdollars, wat dan ook. Dat is niet veel. Nee, dat weet ik. Maar ik moet flatgebouwen hebben. Leveringen van Omega Code te laat. Ja, hoe dan? Hoeveel winst maak je per uur? 12.000. 13.000 ongeveer. 13.000? Ja. Hoe? Hoe niet? Hoe die niet? Dat ja. Dat is precies wat ik zei. Helemaal niet. Hé, hey, we kunnen weer mensen te upgraden. Zo, even nog maar een gedeelte blippen met just... Meer upgrades. Ik moet die 5000 mensen zien te halen. Nee, laten we daar maar geen huizen neerzetten. Geen goed idee. In plaats van niet doen, zeg ik wel doen. Maar jij telt niet mee. Toch wil ik meetellen. Zo, heel wat meer inwoners. Mooi. Pompt water naar de stad. Pomp harder. Dat is wat je zegt, by the way. Wat? Pomp harder. Ja, ik moet zeepompje harder indrukken, precies. Dat is ook precies wat ik zei. Echt helemaal niet, Davis. Wie leek het een goed idee om al dat meuk in te gaan kopen?
Wat? Nou, echt zo. Stop dan. Oh. Vanaf daar. Aha. I got it. Oorzaak, brand. Burn. Burn, baby. Burn, baby, burn. Burn, baby. Burn, baby, burn. Oh, ik heb een handelsdepot, dus ik kom niet eens. Psst. Ik heb die alleen nog maar voor de vrachtbaas. Zoveel vracht heb ik niet eens meer. Eigenlijk kan ik er wel eventjes wat van verwijderen. Maar... want dan geeft het toch wat minder onkosten. Ik krijg een nieuw flatgebouwtje erbij. Tekort aan de arbeiders. Jee. Ik wil meer mensen in mijn stad. Ik hoor nog ongeveer 510 mensen, dan kan ik mijn uitlichting het gemeentehuis uit. Prachtig. Er is te veel afval in mijn stad. Ja, daar wil ik ook wat aan doen, maar dan moet ik eerst meer mensen voor mij hebben. Opstopping op snelweg. Oké, mijn kliekelwagens zijn geglitcht. Hoe? Die dingen die rijden niet meer. Laat ik ook maar even een vuilverbrandingsoven neerplempen. Waarom klissen sommige dingen altijd zo hard? Ja. Yeah. Opstopping op snelweg. Oké. Ik haal wel even de busdepot tevoorschijn. Hoeveel file heb ik eigenlijk bij mijn stad? Geen idee, ik heb eigenlijk helemaal niks. Nul. Ze zeggen dat ik een file heb vanaf de snelweg, maar ik heb helemaal niks. Ik heb letterlijk 0,0 aan files. Precies. Ik kan mijn gemeentehuis upgraden. Nice. Dan moest ik openbare voorzieningen hebben? Ja, het gedeelte waarmee we dus de recycling zetten neer kunnen prempen. Daar. Ik ben nu echt overal van die shuttle haltes neer aan het prempen. Ik heb een recyclingsmachine. Nice. Recyclingsmachine. Ja, ik weet tenminste wat je bedoelt. Wees blij. Zo, ik ga mijn hele shuttlebus depot even helemaal vol plempen met die meuk. Moet mijn handelsdepot even upgraden. Oké, mijn industrie is nog zo klein. Dat is gewoon niet meer gezond. Oh, enorm monster bedreigt de stad. Vanaf waar? Oh, kut. Mark, wat zei je nou over monsters? Nou, dat ding dat gaat nu regelrecht mijn handelsbord op af. Stotplaats bijna vol, ja. Hé, hey, joh. Geen recycling. Productie ligt stil. Nou shit, Sherlock. Alles gaat kapot hier, wat die sloopt. Zelfs bij iedere pomp in richting is gaat kapot. Echt alles wat die sloopt. Dus ook jouw shitmachine? Tot van. Nou, goeie genade. Echt alles ligt in puinen en alles. Jezus.
Wie dacht dat dat een goed idee was? Jij? Nou, hij is in ieder geval weer weg, dus... Pluspunt. Behalve hij had ook echt al mijn rioleringen die ik had, allemaal gesloopt. Riolering? Ja. Zo'n dumpplek. Zo van. Zelfs een opslagplaats van ruwe olie van mijn handelspoort was gewoon helemaal met de grond gelijk gemaakt. Zijn die dingen nog steeds geklitst? Ik weet niet. Nou, ik weet in ieder geval hoe ik deze aflevering ga noemen. Oh, ik kan met een gemeentehuis stadhuis upgraden. Gefeliciteerd, weer een koekje? Nou, nee, eigenlijk niet. Ik moet meer recyclingsdingen hebben. En ik heb een gedeelte van mijn oliebron ding nodig. Wat geen Nederlands. Je weet wel, die ene ding is op die stelling. In dat pand. De verbrandingsgenerator of de conventionele oliegenerator? Ik ga voor de verbrandingsgenerator. Wat met dat geld? Hep. I want a doekoe. Zo, hier heb ik weer genoeg stroom. Olie bijna op. Ja, dan moeten jullie maar meer olie uit de grond boren. Waar is de boormachine dan? Ergens. Waterwerk gesloten. Dan moet je in ieder geval zeiken. Huh? Mijn recyclingsfabriek gaat nu beginnen. Het produceren van rommel. Handelsdepot. Nou, het eerste flatgebouw wat ik heb, staat verlaten. En waarom? Geen idee, dat weet niemand. Er was eens een mooi flatgebouw, die was verlaten. Maar niemand weet waarom. En ze leeft hier nog lang en gelukkig. The end. Finn. Af en toe, Hiro, heb je de meest genialste dingen ooit. Geniaalste dingen ooit, ja, wat is geniaal? Ik snap het niet. Dat is een Oerang Oetan die aan zijn kop krabt, is dat geniaal? Nou, dat weet ik niet, maar oké. Misschien moet ik de gedeelte van... waar staat dat ding? Van het geld dat jij mij geeft? Nee, verhogen? Nee. Ik wil die vervoer en transport ding neerzetten. Dat lijkt me... Moet je er niet van maken? Nee. Nee. Algemene voorzieningen, thank you. Behalve, ik ga de afdeling vervoer en transport neerzetten. Je moet rustig gaan met de trein, hè? Plam. Behalve, ik denk dat ik nu deze aflevering ga afsluiten. Want ik ben volgens mij al een tijdje bezig. Dus ik hoop het leuk vonden. Geef like, abonneer kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.